De dag begint vandaag wat mistig en bewolkt, maar al vrij snel wordt het op veel plekken zonnig. Met temperaturen rond de 19 graden. Goeiedag, u kijkt naar het TV West Nieuws van maandag 7 oktober. Ik ben Jade van Doornik. Op de Noordzee wordt gezocht naar 3 buitenlandse schipbreukelingen van een bewakingsschip uit Scheveningen. Ze horen bij de bemanning van een schip dat ter hoogte van Callantsoog met een vissersboot in aanvaring kwam. Het gaat om de Maria, een zogeheten guardship uit 1948 van rederij Groen uit Scheveningen. De 32 meter lange boot met 5 bemanningsleden kwam vannacht in aanvaring met een vissersboot uit Texel. Na de aanvaring zagen de Texelaren aan dek 5 mensen met reddingsvesten. 2 konden uit het water worden gered. Aan de reddingsoperatie doen 3 reddingsboten en een helikopter mee. Ze krijgen hulp van zeker 10 vissersboten die in de buurt liggen. Had u altijd al een bunker willen hebben, grijp dan nu uw kans. De Rijksoverheid doet vanaf vandaag een aantal prominente gebouwen in de verkoop. Waaronder een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een zogeheten opslagbunker. Die ligt aan de Van Ouwelaan in Den Haag bij Noorderhout. De Duitsers bouwden dit onderdeel van de Atlantikwal als hospitaalbunker, maar ze hebben hem nooit als zodanig gebruikt. Volgens de advertentie is het unieke bouwwerk gelegen in een bosachtige omgeving. En is de bunker goed bereikbaar via de uitvalswegen A12 en N44. De feitelijke verkoop is pas in maart. De sluiting van de Scheveningse pier eind deze week treft niet alleen ondernemers. Ook de hengelaars van hengelsportvereniging De Pierenwaaiers moeten afscheid nemen van hun geliefde visplek. En het zou wel eens de nekslag voor de vereniging kunnen zijn die al bijna een halve eeuw bestaat. Meneer Duijs, hoe lang bent u al lid van de vereniging? 39 jaar, denk ik. Als lid van de vereniging dan, hè. Want hoe oud bent u? 92. De hele week zit je te stressen op je werk. En als je hier bent, dan is het gewoon grandioos. Je kan alles van je afgooien. Zoiets als dit, dat vind je nooit meer. Dit is uniek, uniek in Nederland. En dat wordt weggehaald. Ja, ik vind het heel erg triest. Het is voor de 250 leden een zware dobber dat hun visstekkie, de plek waar ze al 47 jaar hun thuisbasis hebben, noodgedwongen moeten verlaten. Je bent maar een hele kleine schakel in het geheel. En de heren die het allemaal beter weten, die nemen beslissingen waar wij het natuurlijk nooit mee eens kunnen zijn. Ja, we zullen af moeten wachten wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Leen wil zijn leden mobiliseren om vrijdag met spandoeken te protesteren. Wij gaan geen wetten overtreden, dat niet. Als de pier dicht gaat, daar moeten we ons bij neerleggen. Alleen, wij zouden het zeer op prijs stellen als dus de regering, de gemeente van Den Haag contact met ons op gaat nemen, wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren en of er voor ons nog een toekomst in zit. 2 typisch Haagse Indische tantes staan sinds dit weekend op het Frederik Hendrikplein in Den Haag. In brons gegoten, wel te verstaan. Het idee voor het standbeeld kwam van schrijfster Yvonne Kuls. Yvonne Kuls zelf wist heel goed wat ze wilde met het beeld. 2 gewone Indische dames. Terwijl kunstenaar Loek Bos ze eerst een beetje deftig wilde maken. En toen ineens kwam daar in mij op toch de tijd dat je Indisch ging halen. En dan stonden er in de keuken stonden er altijd van die oude Indische dames. En toen ik dat beeld eenmaal voor ogen had, toen dacht ik, oh wacht even, ik moet die richting moet ik ongeveer uit. Indische tantes zijn lief, warm en een beetje chaotisch. Vroeger zag je ze veel in Den Haag, maar nu niet meer. En daarom moest dit beeld er komen, vindt Yvonne Kuls. Omdat het een uitstervend ras is. Witteke en ik zijn nog de laatste tantes nou. En Gepke, nou dan heb je er niet veel meer. Dat is het. Ruim 10.000 nieuwsgierige bezoekers kwamen gisteren af op de open dag van het Europese Technisch Ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk. Tijdens de dag presenteerde de Nederlandse ruimtevaartindustrie zich aan het publiek. Blikvanger van de dag was astronaut André Kuipers. En iedereen vroeg hem het hemd van het lijf. De nieuwe Nederlandse astronauten moeten hier ergens tussen zitten. Ze zijn erg onder de indruk van Kuipers. Maar durven ze zijn voorbeeld ook te volgen? Durf jij het ook? Nee, ik denk het niet. Ja, hij lijkt me ook best wel een durval, want ik zou er zelf niet de ruimte in durven. Het zou leuk zijn, maar het is niet mijn droom. Wat is die dan? DJ. Tussen al deze ruimteliefhebbers moeten toch mensen zitten die met het project Mars One een enkele reis naar Mars willen maken. Mars is ook niet zo'n fijne planeet. Een beetje koud, een beetje naar en een beetje... Ja, wat moet ik daar? Nee, nee.
Vooral omdat de garantie is dat je niet terug kan kopen, dan hoeft het voor mij niet zo erg. Als je er kan leven, dan toch maar op de maan. Dan ben je toch net even wat dichterbij. Om het meteen de eerste keer te doen en mensen niet te laten terugkomen, dat gaat niet lukken in mijn ogen. Maar het tekent wel, de obsessie die ik zelf ook wel voel. We moeten daarheen dus, en het gaat wel een keer gebeuren. Maar voorlopig blijven deze nuchtere Zuid-Hollanders liever met beide benen op de grond. Greenpeace is tevreden over de demonstratie zaterdagmiddag in Den Haag. Volgens de milieuorganisatie liepen zo'n 500 mensen mee in de optocht van de Russische ambassade naar het Vredespaleis om steun te betuigen aan de activisten die vastzitten in een Russische cel. Het was de bedoeling om tijdens de protestmars in de Hofstad zoveel mogelijk lawaai te maken. Ook op 52 andere plaatsen ter wereld werd actie gevoerd. Aan het hek van het Vredespaleis werden vredesduiven vastgemaakt. Kleine papieren duiven waarop mensen een berichtje konden achterlaten voor de gevangenen. 30 medewerkers van Greenpeace zitten sinds 19 september vast in een Russische cel, omdat ze actie wilden voeren tegen Russische gasboringen in het Noordpoolgebied. Rusland wil ze berechten voor piraterij. Daar staan strenge straffen op. Vandaag wordt de omstreden grasmat van ADO Den Haag vervangen door kunstgras. En het is nog onbekend wie de extra kosten gaat betalen. Het huidige veld is door de KNVB afgekeurd. En daardoor zijn er al 2 thuiswedstrijden van de Haagse club afgelast. De kunstgrasmat moet in het voorjaar van 2014 weer worden weggehaald vanwege het WK hockey. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat aan Omroep West weten dat er in overleg met de aannemer bekeken wordt wie opdraait voor de extra kosten. Het weghalen, het opslaan en het terugleggen van het kunstgras kost zo'n 20.000 euro. En ADO Den Haag wil dat niet betalen. En dan kijken we nog even in de kranten van vanmorgen. Expats in Den Haag zijn niet tevreden over huisvesting, zorg en kinderopvang in de stad. Zo geeft bijvoorbeeld 40% aan bij vertrek uit een appartement de borg niet terug te krijgen. En de opzet van de zorg in ons land is niet goed te begrijpen voor ze, zegt werkgeversplatform ICP in het Algemeen Dagblad van vanmorgen. Volgens de organisatie moet daar verandering in komen, omdat de expats broodnodig zijn voor de Nederlandse concurrentiekracht. En in de Volkskrant een uitgebreid artikel over Poolse werknemers in het Westland. Minister Asscher van Sociale Zaken laat momenteel onderzoeken of arbeidsmigranten de Nederlandse werkelozen verdringen van de arbeidsmarkt. Volgens de directeur van het fruit- en groentedistributiebedrijf Falstar in Poeldijk is daar geen sprake van, omdat er al tijden niet genoeg mensen te vinden zijn voor het werk. En dat was het voor nu. Meer nieuws vindt u op omroepwest.nl en op Radio West 89.3 FM. Ik wens u een hele fijne dag.